Essentiële informatie over criminaliteit, over witwassen, corruptie. Op Sint Maarten is jarenlang achtergehouden voor de Tweede Kamer door ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat zegt Bas Roorda. Hij is voormalig topambtenaar op het ministerie van Financiën op het eiland. Volgens hem moet Nederland snel ingrijpen om te voorkomen dat de Nederlandse belastingbetaler moet opdraaien voor de schulden die er gemaakt worden. Sint Maarten is al een keer in de rode cijfers beland. Dat was een bedrag van ongeveer 30 miljoen. Sint Maarten, een mooi vakantieeiland. Maar na de onafhankelijkheid in 2010 maakt het eiland internationaal naam met het witwassen van drugsgelden, corruptie en een zeer dubieuze financiële huishouding. Schulden stapelen zich op en eens moeten die betaald worden. En dan kennen wij de waarborgfunctie in het Koninkrijk. En dan moet het Koninkrijk daarvoor opdraaien. En als ik zeg Koninkrijk, dan kun je lezen Nederland. Nederlandse belastingbetaler. De Nederlandse belastingbetaler uiteindelijk. Ja. Bas Roorda vertrekt in 2009 naar Sint Maarten. Namens Nederland gaat hij daar helpen met het opzetten van een ministerie van Financiën. 2 jaar lang geeft hij leiding aan het nieuwe ministerie. Hij krijgt te maken met malversaties en corrupte financiële constructies. Waarschuwing op waarschuwing stuurt hij naar het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Tevergeefs. Roorda is overigens niet de enige Nederlandse ambtenaar op Sint Maarten die waarschuwt voor kwalijke praktijken. Maar Den Haag lijkt wel doof. Roorda is er nu klaar mee en treedt actief naar buiten. Dit kan zo niet langer. Als je ambtenaren spreekt op Sint Maarten of ambtenaren van de MACC, die doen erg gedreven en gemotiveerd hun werk, maar raken dus wel gefrustreerd als ze merken dat dat allemaal niet erg veel helpt. Hoe kan het dat dat niet helpt? Want die rapporten die zij schrijven, die komen in Den Haag aan. Dat kan niet anders. Verdwijnen die in een la of... Ja, kennelijk, want je ziet niet dat er met die kennis iets gedaan wordt. Ik denk als de minister kennis had van alle ambtsberichten die er waren, dat hij uit zijn vel zou springen. Kunt u een beetje schetsen waar die over gaan, dat soort ambtsberichten? Dat kan heel breed zijn. Dat kan zijn over de financiële risico's, maar dat kan ook zijn over verbanden van politici met de onderwereld. Het kan zijn over foute aanbestedingen. Het kan zijn over problemen die er zijn lokaal. Ja, dat kan alles zijn. Maar wel serieuze berichten, als ik u zo beluister. Serieuze berichten, ja. Die dan in Den Haag parts in een la verdwijnen. Ja, kennelijk. Volgens Roorda is leden van de Tweede Kamer opzettelijk informatie onthouden door ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En deze lezing wordt bevestigd door Kamerleden die jarenlang tevergeefs om informatie vroegen. Elk jaar vragen wij, hoe zit het nou met de financiën? Hoe zit het met de begroting? Hoe zit het met de overheidsbedrijven? Hoe zit het met de schulden? En ik moet ook zeggen, we krijgen telkens een beetje een pappen- en nathouden verhaal. Want ik wil weten wat er speelt. Zijn er debriefings geweest? Heeft de minister gesproken met die mensen die op die eilanden hebben gewerkt? Wat zijn dat voor verslagen? Zijn die verslagen beschikbaar? En hoe zijn die beschikbaar te stellen aan ons? Het lijkt me goed om vandaag aan de minister te vragen om die lade open te trekken. Want het achterhouden van informatie voor een minister en daarmee voor het parlement, dat is een doodzonde. Dus dat accepteer ik ook niet. Dat moet echt boven tafel komen. Sint Maarten, sinds 2010 onafhankelijk binnen het Verenigd Koninkrijk. Maar Nederland blijft verantwoordelijk voor de eventuele schulden die het eilandje maakt. En dus is het van groot belang goed toezicht te kunnen houden op de financiën van Sint Maarten. Een waakhond. En dat is het College Financieel Toezicht. Het College Financieel Toezicht, dat wordt ons hier verkocht als onze waakhond die daar dat scherp in de gaten houdt. En als dat misgaat, dan sturen zij bij. Klopt dat beeld? Nee, dat klopt niet. Er kunnen allerlei verplichtingen worden aangegaan gewoon in de crediteurensfeer. Er kunnen verplichtingen worden aangegaan door overheids-NV's die het college niet direct ziet. En dan ben je per definitie te laat, want dan is de verplichting al aangegaan. En zo kunnen de schulden gaan oplopen de komende jaren? Ja, is al aan het gebeuren. De schulden lopen op. Kan je zeggen dat het College Financieel Toezicht eigenlijk een tandenloze tijger is? Op dit moment heeft het College Financieel Toezicht te weinig mogelijkheden om echt af te dwingen. Echt gewoon die getallen te krijgen en de getallen die ze krijgen goed te toetsen. Dus die kunnen gewoon in de maling genomen worden, om het maar eens plat te zeggen. Daar ben ik bang voor, ja. En de machteloosheid van het college komt goed naar voren in de begroting 2013. Deze is recent goedgekeurd door het college, maar vraag niet hoe. U heeft de begroting van Sint Maarten van 2013 bestudeerd. U komt tot de conclusie dat er een begrotingstekort is. Klopt dat? Ja, dat klopt. Van hoeveel? Ongeveer 25 miljoen gulden. Maar dan heeft het College Financieel Toezicht die begroting ook bestudeerd. Komen die tot datzelfde inzicht of...
Die hebben nu uiteindelijk toch een voorlopige goedkeurende verklaring gegeven. Het college heeft dit gedaan omdat we alweer zowat halverwege het jaar zitten. De ambtelijke molens op Sint Maarten zijn heel traag als het moet. En als die begroting nu niet was goedgekeurd, dan ging het jaar voorbij zonder begroting. Ook geen aantrekkelijke optie voor het college. Als je maar alsmaar door blijft gaan over 13 en het jaar is bijna om, ja, dan heeft dat niet zoveel zin. Maar het illustreert wel dat het financieel toezicht gewoon op die manier niet werkt.